Good morning. Met 2,5 uur slaap ben ik niet echt amused. Maar ik ben wel pannenkoeken aan het bakken. Ik weet wel waar ik mezelf blij mee moet maken. Zo, ja, het is bijna 6:30. Wij gaan de deur uit en dit is mijn outfit. Ik heb een wit t-shirtje aan, volgens mij gewoon van de H&M. Een hesje wat ik heel lang geleden in Hongkong kocht. En ik wist nooit hoe ik hem moest dragen. En toen zag ik gisteren een vlog van Manon en ik dacht, jee, zo moet je hem dus dragen. En ik heb een ketting die ik ook in Hongkong heb gekocht. Een legging die ik in China, in Shanghai, heb gekocht. Die vind ik echt heel tof. Sokjes en mijn zilveren schoentjes heb ik eindelijk weer. Dit is geen grap. Er heeft zich serieus net een wereldwonder voltrokken. We moesten hier om 7:45 zijn. Stefan en ik zijn samen te vroeg. Dit is ongelooflijk. Ik denk dat ik geen overgewicht heb. Meestal, ik heb het oprecht nooit gehad. Dit is de vlucht naar Barcelona en we zijn nu gereed voor vertrek. Stefan heeft dus een truc om de battle, om de armleuning te winnen. En dat is dus deze truc. Wat je doet als iemand dus zo zit, iemand zit gewoon te chillen, lalala, dan zit je arm dus hier achter en dan ga je dus naar. En dan gaan ze eigenlijk altijd weg. Toch? Niet dit doen. Niet zo. Nee, dit. Nog een keer bij papa. Nog een keer bij papa. Doe maar. Wauw, die boot is groot. Groot, hè? Het is vlak van wow, allemaal kamers. Word je echt hard roeien, jongvrouw. Echt, lijkt het naar huis. Ja, ja, vlak van wel, joh. Kijk eens, die bij jou werkt hier. We zijn aangekomen in de kamer. Even kijken. Dit is de badkamer. Eens kijken. Oh, volgens mij is het gewoon een kast. Oh, dit is een kast. Hé, hey, wat is dit? Wat is dit? Oeh, dit is de badkamer. Fancy. Kijken of het licht aan gaat. Oeh, wauw. Kijk eens, joh. Wauw. Een bad en een douche. Amazing. Dat is nog eens fijn. Hello. En dan hebben we hier de kamer. Twee bedden. Yay. Wauw. Wauw. En hier nog een zithoek. Dit is amazing. Kijk daar, televisie. En dan hebben we ook nog een balkon. Oh, wauw. Dit is tof. Wow. Dit is echt bruut. Come on, man. Wauw. En dan kan je hier dus zitten. Hoe chill. Dit is amazing. Oh, ik vind het echt heel tof. Ik heb er zoveel zin in de aankomende 13 dagen. Wordt echt zo tof. Met 8 mensen reizen is trouwens wel gek. Huis. We hadden 2 taxis, 8 koffers of zo. Iedereen loopt door elkaar heen. We hebben 2 kids bij ons, 6 volwassenen. En gelukkig tot nu toe, alles is goed gegaan. Het is zo tof. Ik heb zo'n zin in deze vakantie. Helaas is het ondertussen zo laat geworden dat we niet meer Barcelona in kunnen. De boot vertrekt om 4 uur. Het is nu 3 uur. En we hebben zometeen nog een veiligheidsdrill. Ik ben benieuwd. We gaan eerst eventjes eten. Zoete aardappelfrietjes. Zoete. Oeh. Jeetje. Dit wordt een toffe reis, dude. Je hebt hier dus een zwembad. Super chill. En daar heb je 2 bubbelbaden. Amazing. Jee, de bedden staan bij elkaar. Het slaat toch net een stuk gezelliger. Stefan is nu een beetje gaan hangen en volgens mij gaan ze met z'n allen zwemmen of zo. Maar de belangrijkste attractie voor mij op dit moment, het bed. Die 2 uur slaap, die hakt er nu zo hard in. Dus ik ga gewoon lekker eventjes slapen. Dit is insane. Het is hier zo mooi, zo chill, zo relaxed. Maar heel eerlijk, voor mij de grootste luxe, na al die maanden afwezigheid, is gewoon tijd doorbrengen met mijn schoonfamilie. Mijn nichtjes die de hele tijd aan me hangen. En grappige schoonbroer die ik heb. En mijn lieve schoonouders. Het is echt, ja, Stefan natuurlijk. De
dat is voor mij de grootste luxe. Al waren we in Frankrijk gaan kamperen, I don't care. Ik vind het gewoon echt tof om tijd met hen door te brengen. Wauw. Best sleep ever. Oké, op de Chinese trein na. Weet je wat het is? Als je hier in bed ligt, je voelt zeg maar heel zachtjes het schudden van de varende boot. Als je zo'n persoon bent, net als ik, die zeg maar na 5 minuten in de auto in slaap valt en gewoon een diepe slaap, dan is dit ongelooflijk lekker. Het is gewoon een massagebed waar je in ligt. Ik had dat ook in die trein in China, toen ik daar 30 uur in moest doorbrengen. Best sleep ever. Die trein, zeg maar, die over de rails trilt. Oh, heaven. En je hebt dus geen internet. Dat gevoel, zeg maar, van je ligt in een trillend bed. Er is geen internet. Er is geen afleiding. Niks. Best sleep ever. Wacht. De impact van dit was nog niet eerder tot me doorgedrongen. Dit is een opmaakhoekje. Wat? 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 Met perfect licht. Dit is een gekke huis. Dit is wat ik aan heb. Ik heb een t-shirt. Dit is super chill. En die heeft van die sliertjes. En dan zie je het niet zo goed. Maar hier heb ik een blote buik. En mijn buik is super opgezollen van de vliegreis. En daaronder heb ik dus ook een sliertjesrokje. Dus ik heb zo... Woehoe. Zo. Dit is mijn outfit. Dit is super chill, maar toch ook netjes. En ik heb ook mijn hakjes. Mijn zilveren hakjes. Ja, mijn tas is al geroofd door madame. Ga jij meenemen, Jen? Ja? Je mag wel iets zeggen. Dat mag wel. Ja. Ja. En ze heeft al bijna maat 37, dus mijn hakjes gaan er straks ook aan. Die gaat ze ook allemaal pikken. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Oké, we gaan eten, toch? Ja. Oké. Wauw, dit is mooi, joh. Ik heb een Frans bietentaartje met geitenkaas als voorgerecht. Als hoofdgerecht heb ik quinoa gehaktballen met een beetje geitenkaas en zilvervliesrijst. Yummy, ze hebben super lekker eten hier aan boord. Ik heb om een tweede bord gevraagd omdat ik het zo ontzettend lekker vond. My oh my, dit is te lekker. Kijk nou hoe prachtig. Ik heb een kaasplankje met fruit als toetje. Wauw, zo mooi. Het is 1:30, iedereen ligt te slapen, dus ik ga ook slapen. Is dit dope? Even serieus. Ik hoop dat je het ook net zo tof vindt als ik om hierbij te zijn. Als je geabonneerd bent, dan gaan we morgen Marseille verkennen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, wat? Ik wil ook weer naar Marseille. Klik dan hier om je te abonneren en dan krijg je die video automatisch binnen. Mocht je nu zoiets hebben van, wat heb je allemaal gedaan om hier te komen of... Wat is er allemaal gebeurd? Klik dan hier sowieso voor de vorige aflevering. Maar ook voor de afspeellijst van alle travelvlogs. Misschien vind je het leuk om oude travelvlogs terug te kijken. Dankjewel dat je er vandaag bij was. Welterusten. Tot morgen.